Kunstenaars hebben als geen ander een autonome drang om te vernieuwen. Kunst is ontzettend belangrijk in deze samenleving, puur om van te genieten, dat voorop. Maar ook omdat het prikkelt, omdat het uitdaagt. Wat het gemeentemuseum heel bijzonder maakt, is onze internationale exposure. En dat komt voornamelijk door het gebouw en door de ontzettend grote collectie Mondriaans die wij in dit museum hebben. De grootste collectie ter wereld. Het gemeentemuseum is geen doorsneemuseum. En de bezoekers die hier binnenkomen zijn op zoek naar iets anders, naar iets nieuws, naar een andere manier van het kijken naar kunst. Wat onze visie is, is dat we proberen telkens op nieuwe manieren doelgroepen aan ons te binden en tegelijkertijd heel toegankelijk te zijn. In de Wonderkamer staat de kunst centraal, ook letterlijk. Maar de techniek en de wijze van presenteren helpt ons om die kunst optimaal tot zijn recht te laten komen. Ik denk dat jongeren toch veel meer op zoek zijn naar iets waar je echt mee bezig kan zijn. Ik denk dat als je kunst op deze manier laat zien, je een veel grotere groep mensen aantrekt. Om als een museum je ambities te realiseren, heb je systemen nodig die je daarin ondersteunen. En juist exact kan ons dat bieden. Het moet gewoon doen wat het moet doen. Zorgen dat onze financieel-administratieve processen goed lopen. Wij willen graag een partner hebben die snel en accuraat kan meedenken. En daarnaast is het belangrijk voor ons dat de partner ook goed begrijpt hoe een museum in elkaar steekt. Mijn ambitie is om het gehele museum als één te laten functioneren. Wat voor ons zo belangrijk is, is dat je altijd probeert te kijken naar de toekomst. Te kijken hoe je kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Kunst dwingt je om je creativiteit, je vrije geest te gebruiken om die toekomst op een positieve manier in te gaan.